Yo Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Pokémon Scarlet video. En in deze video moet ik naar de academie en dit is echt een gigantisch gebouw. En in de vorige video heb ik deze nieuwe stad bekeken, maar het is veel te groot. Dat kan ik niet allemaal doen in een video. Dus geef mij je goede tips wat ik in Mega Sosa kan doen. Dat is de vraag van de dag. Anyway, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Als je dit een leuk kanaal vindt, dan zou je mij heel blij mee maken. Oké, we zijn binnen in de academie. Ik zie een hoop boeken natuurlijk. En ik zie Nemona en een Psyduck achter de balie. Nemona zegt, hier zijn we, Rikachu. De Naranja Academie. Dit is de hal. Hier kan je allerlei lessen volgen door je in te schrijven. Hey, en daar is de directeur. En Nemona heeft het over de Team Star Kids die we in de vorige video hebben gezien. Wat? En Clavel zegt, wat? Wie? Wat? Waar? Beneden, bij de ingang. En Clavel zegt, dat is verschrikkelijk. Zijn ze er nog steeds? Nee, ik heb ze weggejaagd. Clavel zegt, goed zo. Maar hier in de academie moet je wel een beetje inhouden. En we hebben het nu over dat kind met een Eevee-rugtas. En dat is waarschijnlijk mevrouw Penny, zegt Clavel. Oké. We moeten een les gaan volgen. Ik ben heel benieuwd wat voor les. Zou het kookles zijn? Zo, die hoofdjes gaan wel een beetje langzaam heen en weer zo. Goedemorgen meneer Jacques, zegt de klas. Hallo iedereen. Ik heb geweldig nieuws. Wie wil het horen? Ja, ik wil het nieuws horen. Oké, we hebben een nieuwe vriend hier. Iedereen begint te fluisteren. Oké, kom maar binnen. Hallo, ik ben Rikachu en ik heb een Quacksly Pokémon. Hallo. Oh, ik moet mezelf inderdaad gaan introduceren. Hoi, ik ben Rikachu. Nou, gezellig jongens. Iemand wil mij een vraag gaan stellen. Wat is mijn favoriete ding over Pokémon? Battelen, verzamelen, spelen of gewoon alles? Verzamelen kies ik dan. Gewoon alles, dat vind ik zo'n slecht antwoord altijd. Heeft er nog iemand anders een vraag? Nemona heeft een vraag. Oké. Wat is je droom? De Pokédex compleet maken. Ja, dan zou ik eigenlijk ook alle oude Pokémon moeten vangen. Nou, Mr. Jacques geeft biologieles. Maar luister, ik maak YouTube-video's voor jullie, zodat jullie niet aan school hoeven te denken. En nou moet ik in Pokémon alsnog naar school. Wat is dit nou? Ik wil gewoon weg van school. Ik wil Pokémon vangen. Oh, kijk, ik mag ook gewoon weglopen. Kijk, iedereen moet blijven zitten en ik mag gewoon lopen. Oh, kijk, we zijn in de kantine. Oh, dit is Arvin, die Corridon weg heeft gegooid. Ja, gast. Volgens mij is hij een beetje jaloers voor mij. Hij zegt, normaal zou ik niet naar school komen, maar nu wel. Want ik wilde met jou praten. Onze nieuwe beroemdheid. Je moet me helpen, zodat ik mijn droom kan realiseren. Ik ga eerst eens even vragen wat je droom is. Wat is jouw droom, vriend? Het draait allemaal om het picknickleven. De perfect bereide sandwiches. Nieuwe recepten maken, zodat Pokémon zich beter voelen. Ik heb een nieuw boek gevonden over speciale kruiden. We moeten 5 verschillende types van Herba Mystica vinden. Maar ik heb daar niet zo zin in. Oh, wacht even. Die kruiden worden beschermd door de Titan Pokémon. Ja, dat vind ik wel leuk. Oké, dus dan moeten we tegen de Titan Pokémon vechten om uiteindelijk die kruiden te krijgen. Ja, dat vind ik wel cool. Arvin zegt, ik wil ze zelf halen, maar ik ben niet goed in Pokémon battles. En ik heb helemaal geen vrienden met goede Pokémon. Kan je mij helpen? Nou, vooruit. Oh, hij heeft nog geen eens een antwoord nodig. Wat? Hij gaat eerst de plekken waar Titan Pokémon zijn registreren op mijn map. Oh, kijk. Ja, nu gaan we gewoon uitvinden wat we allemaal kunnen doen in deze game. Alles staat nu op de map. Dit is de pad van de legendes. Ja, ik snap hem. Hé, mijn telefoon gaat midden in de kantine. Hallo? Iemand belt mij en die vraagt, dit is Rikachu toch? Wat? Ik heb je smartphone gehackt zodat ik met jou kon praten. Wat? Hacked? Hoe dan? Wie ben jij? Dit is Cassiopeia. Wie de F is Cassiopeia? Cassiopeia, bedoja. Wat een naam ook. Die wil ook wat aan mij vragen. Je weet iets. Die wil ook wat aan me vragen. Diegene die zegt, je kent Team Star nu, hè? Ja, die heb ik ontmoet, Team Star. Team Star, dat zijn een groep druktemakers die voor problemen zorgen. Ze geven iedereen hoofdpijn op de school. En ik wil niet dat ze daarmee wegkomen. Dus ik heb een plan om Team Star voor eens en voor altijd gewoon met de grond gelijk te maken. En ik noem het Operatie Starfall. Nou, ik ga meedoen, hoor. Ik ga meedoen. Ik hou niet van pestkoppen, dus dat gaan we gewoon doen. Hallo, Clavel. Oh, ik moet zachtjes doen. Ik moet zacht praten als ik bel. Oké, sorry, meneer. Spijt me. Ja, je wil niet dat iedereen je persoonlijke informatie hoort. Ja, dit is een goede les. Dit is een goede les, jongens. Hier hebben we allemaal wat aan. Clavel heeft het gehoord. Die zegt, Team Star. Nou, nog even een biologielesje bij meneer Jacques. En dan nog even in de kamer van de leraar, de docentenkamer. Zo, daar staat iemand met heel cool haar. Hallo. Nemona moet iets voor haar afhandelen. En Nemona zegt, zeker weten. Gaat goed komen. Oké, wie ben jij dan, joh? Fancy pansy. Doei. Ja, ik kan 2 dingen zeggen. Maar ik zeg dat ze er geweldig uitzag. Eerlijk is eerlijk. Dat is mevrouw La Primera. Ze is sterk, ze kan bijna alles. Ze is gewoon heel cool. En ze is alles wat ik ook wil zijn. Nemona zegt, jij zei net dat je de Pokédex wilde completen, hè? Maar hé, je moet ook kampioen worden. Net als ik. Maar dan moet je echt vechten tegen de pro's, zegt Nemona. Je moet jezelf bewijzen in de Pokémon League. Zodat je kampioen kan worden. Je moet 8 Pokémon gyms verslaan. Nou, dat gaan we.
gaan we ook doen. Zeker weten. En als je dat hebt gedaan, dan ben je Pokémon kampioen. Ja, dat is mijn droom. Coole Pokémon vangen en kampioen worden, dat is het vetste. Nou, we mogen eindelijk uit school. Hoop ik. Denk ik. Toch, Nemona? Nemona laat alvast zien op mijn telefoon, op mijn map, waar de gyms zijn. Er zijn er 8 in totaal. We zien gras, elektriciteit, ijs, ghost, psychic, bug, water en normal. En dit is de victory road die we kunnen doen. Oké, doei. Hey, de bel gaat. Oh, ik moet naar de kamer van de directeur. Alweer? Jongens, wat moeten jullie allemaal van mij, joh? Ik ben net nieuw hier op school. Wat een dag, wat een dag. Hallo. Ik heb je speciaal uitgenodigd in mijn kantoor. Een vriend van mij wil iets serieus met jou bepraten. Wie is die vriend van jou? Of had ik die aan de telefoon dan? Ging dat over Team Star? Ja, zie je. Hij gaat even een connectie maken via de tv daar, denk ik. Hola, wie is daar? Hallo. Hallo, leuk je te ontmoeten. Mijn naam is professor Sada. En ik onderzoek Pokémon in de grote krater van Paldea. Dat is het gebied wat we Area Zero noemen. Oftewel gebied 0. Ja, oké, dat ziet er ongeveer zo uit. Dat is in het midden van de map van Paldea. Ik kom gelijk tot mijn punt. Jij, Rikachu, bent de student die met Koraiden reist, toch? Ja, Koraiden is bij mij, klopt. Hé, er is Koraiden. Die komt gewoon even hier zo. Wat? Maar jullie mogen niet in gebouwen, heb ik net geleerd. Oké, Koraiden. Oh, vroeger had professor Sada de zorg over Koraiden. En professor Sada vraagt, wil jij alsjeblieft zorgen voor Koraiden? Kijk, dit is veel netter dan hoe Arvin het aan mij vroeg. Hallo. En professor Sada zegt, Koraiden is echt verzwakt en hij kan niet battelen. Maar hij kan een speciale vorm aannemen, zodat je ermee kan reizen. Ik moet even mijn telefoon pakken van de professor. En dan, oké, we hebben nummers uitgewisseld. Deze man, ik weet niet, man. Hij fixt gewoon al die nummers. Tot dan, zegt Sada. Oké, mazzel. Later. Aangenaam kennis te maken, I guess. Koraiden mist haar, denk ik. Oeh, Clavel denkt, is deze Pokémon verbonden met gebied 0, met Area 0? Zou zomaar kunnen, natuurlijk. Sada, zeg me niet dat je het gedaan hebt. Ik heb geen idee waar hij het over hebt. En ik wil het niet weten ook. Daar gaan we allemaal achter komen. Oké, hij draait zich om. Dat betekent, denk ik, dat ik weg mag. Doei. Oh, de Nemona komt ook weer binnen. Jongens, wat praten jullie veel vandaag? Oh, ik krijg ook een kamer hier op de campus. Nou, nice. Mijn eigen kamertje. Oh, dit is nog echt super leeg. Ja, wel dankjewel. Wel dankjewel. Dit is wel een leuke kamer, denk ik. Of dat kan het worden. Nou, laten we in ieder geval maar lekker gaan slapen. Dan is straks de volgende dag en dan gaan we hopelijk verder met het avontuur. Ja, kijk, het wordt nacht. Oh, dit ziet er cool uit trouwens. In de nacht zag de academie er echt vet uit. En nu begint de dag waarop het avontuur begint. De bel gaat weer. Ja hoor. Vandaag is het begin van een nieuwe belangrijke taak. We moeten naar het schoolplein. Hallo Nemona. Wil je volgende keer alsjeblieft even kloppen voordat je binnenkomt? Potverdorie. Misschien stond ik hier wel in mijn naakje. Had ik net gedoucht. Dat kan toch niet? Moet je eens kloppen, man. Aan de deur. Wat? Niet te doen. Vind ik niet normaal. Maar nee, ik douche niet. En ik slaap gewoon altijd met mijn kleren aan. Altijd dezelfde kleren aan. Dus je kan gewoon binnenlopen, Nemona. Oké, we zijn op het schoolplein. Gearriveerd. Iedereen staat klaar. En de professor die zegt, of de directeur zegt, iedereen is hier. Goed zo. Oké, ik heb hier een hele belangrijke nieuwe opdracht. Lala, de treasure hunt. Yo, en Nemona is al helemaal blij. Die heeft er zin in. En we moeten allemaal de wereld ingaan op zoek naar onze eigen schatten. Oh, dit zijn alle docenten, denk ik ook. We hebben allemaal heel veel geleerd hier op de academie, zegt hij. Maar nu is het tijd om je ogen open te doen en de wijde wereld in te gaan. En die te gaan begrijpen. Ga naar Paldea's natuur. Adem de rijke cultuur in. Ontdek nieuwe Pokémon en waar ze leven. Leer de mensen kennen. En waar zal je naartoe gaan? Wie ga je ontmoeten? En wat zal je bereiken? Natuurlijk zijn je Pokémon partners er altijd om je te helpen. Want jullie zullen samen reizen. Nieuwe dingen leren. En bovenal elkaars gedachten en gevoel voelen. En ja, van alles en nog wat vinden. Schatten, bijvoorbeeld. Nou, wat een prachtige speech, joh. Dat kan die wel, hoor. Die gekke directeur van deze school. Nou, we zijn er klaar voor. Zo te zien. Laat de treasure hunt beginnen. Voorwaarts. Yay, we kunnen naar buiten. What up, Cyclizar? Ja, die is toch ook wel cool nog steeds, hoor. Clavel zegt, zorg goed voor jezelf, iedereen. En onthoud, de grote krater in Paldea is heel gevaarlijk. Daar mag je niet naar binnen gaan. Dat is tegen de regels van de school. En de monet zegt, waar wacht je op, Rikachu? Let's go. Nou, inderdaad, let's go. Rennen. We hebben genoeg gepraat in deze video. Go, 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 go. Waar gaan we naartoe? Oh, ik word tegengehouden. Nemona zegt, Rikachu, de treasure hunt begint eindelijk. Nou, wat moeten we eigenlijk doen? Oh, en Nemona gaat het even uitleggen terwijl we gaan lopen. Bla, 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 bla.
De treasure hunt is een groot deel van de Naranja Academie schooljaar. We moeten gewoon verborgen schatten gaan vinden. Maar eigenlijk houdt het gewoon in om gewoon Paldea te ontdekken. Je kan bijvoorbeeld naar Pokémon gyms gaan. Je kan mensen helpen. Je kan de Real Capital T Treasures vinden. Oftewel met de hoofdletter T. Je kan ook naar de klassen gaan. Je mag het allemaal zelf weten. Oftewel de echte eerste open wereld Pokémon game, jongens. En dat is wel vet. Er zijn heel veel kansen om te battelen. En dat vindt Nimona natuurlijk perfect. En als wij elkaar tegenkomen, dan moeten we wel zeker battelen. Maar wat, Arvin, wat doe jij nou weer hier? Heb je ons af zitten luisteren? Arvin die zegt, ja, Rickachu die heeft zijn handen vol om de Titan Pokémon te zoeken. Terwijl Nimona juist wil dat we de battle of de gyms gaan doen. Ik ga gewoon allebei doen, vrienden. Jullie hoeven geen ruzie te maken. Nimona zegt, ja, je moet niet van die rare verhalen vertellen over die mysterieuze kruiden en zo. Ik ga allebei doen. Maak nou geen ruzie. Mijn telefoon gaat ook weer. Dat zal zeker weer die vage, ja, die Cassiopeia zijn. Die zegt, hey, daar ben ik weer. Weet je nog wat ik je heb verteld over operatie Starfall? Team Star bestaat uit 5 teams. Die hebben allemaal een eigen basis. Je moet naar alle basissen gaan. En je moet ze alle 5 vinden. En dan de squadbaas verslaan. De grunts die proberen in je weg te staan. Maar die kan je wel aan. Alle bazen hebben een speciaal Pokémon type. En als we de naam onthouden van de crew, dan weten we welk type dat is. Oftewel, we hebben 3 taken. De Titan Pokémon fixen. Pokémon kampioen worden. En Team Star uitschakelen. Die hebben een Fairy crew, een Dark crew, een Fighting crew, een Poison crew en een Vuur crew. Dus hier hebben we onze derde taak te pakken. Nou jongens, daar zijn we wel even mee bezig, denk ik. Nimona zegt, wacht even 1 seconde. Wie is dat? Wie belt jou? Dit is niet Rickachu's probleem. En Arvin zegt ook, inderdaad, hij heeft belangrijkere dingen om te doen. Zoals de ingrediënten zoeken met mij. En Cassiopeia die zegt, die geeft het enige goede antwoord. Die zegt, ik denk dat het daar Rickachu is wat hij beslist om te gaan doen. En niet wat jullie willen. Inderdaad, inderdaad. Cassiopeia heeft gelijk. En Nimona die zegt alleen, hoe weet je mijn naam? Nimona zegt, Rick, ik weet dat je veel vrienden aan het maken bent. Maar laat je niet meeslepen in dingen die gevaarlijk zijn. Oh, we hebben zoveel te doen. Hey, en daar is Coraidon. Coraidon wil een sandwich. Oh, we kunnen nu op Coraidon rijden. Kan dat vanaf nu? Ja, nice. Met een plusje kunnen we hem roepen. Met B kunnen we springen. Ja, super cool. Kijk ons gaan. Vanaf nu gaat het allemaal een stuk sneller, jongens. Heel cool. En eigenlijk betekent de treasure hunt dus gewoon al die dingen die we nu kunnen doen. Dat is de treasure hunt. Ik wil een nieuwe pet. Ja, ik wil een gele pet. Let's go. En ik wil nieuwe sokken. Ik wil gewoon helemaal in het geel, jongens. Oeh, nieuwe schoenen. Die kosten 4000. Holy moly. Oké, laat maar. Maar ik wil wel nieuwe kleren eigenlijk. Zou dit er aan die kant winkels zijn waar ik nieuwe kleren kan kopen? Oh, hier kan ik mijn haar stylen. Nou, dat hoeft nog even niet. Ik wil gewoon nieuwe kleren. Ik wil geen schooloutfit meer. Ik ben nu klaar met school. Maar die kan ik niet vinden. Dus gooi de tips even in de comments. Wat is de beste plek waar ik naartoe kan gaan hier in deze stad? Oh, moet ik met jou battelen? Nee, je hebt een app voor mij. Rotometry? Ik heb een Arc phone case. Oh, oké. Alles wat we kunnen doen staat nu op de map. De Team Star battles. De gym leaders. En ook de plekken van de Titan Pokémon. Dus de wereld van Paldea ligt letterlijk aan mijn voeten. En dit is dus super nieuw voor een Pokémon game. Normaal ga je altijd van stad 1 naar stad 2 en naar stad 3 en dan is de weg al voor je bepaald. En nu, dit is gewoon nieuw. Dat je het allemaal zelf kan bepalen. Heel vet. Als jij hier net zoveel zin in hebt als ik, knal de duimpjes erboven. Geen niet te abonneren. En dan wordt de volgende video sowieso eentje met meer actie. Want hey, dit moesten we even doen. We moesten even met iedereen praten. En nu gaat het echt beginnen. Dus ik zie je gewoon bij de volgende. Mazzel!